Dit is Piet van Schaik, dames en heren. Piet van Schaik. En Piet van Schaik komt uit Hoorn, hè? Ja. Ja. Piet van Schaik is niet zomaar een man. Dus je bent eigenlijk van beroep. Wat ben je eigenlijk van beroep, Piet? Drijflijnmachinist. Geweest. Wie? Drijflijnmachinist geweest. Drijflijn? Drijflijnmachinist. Lijnmachinist. Wat is een drechtlijnmachinist? Nou, die zit toch op een kraan met die bak die ze weggooien en daar weer terugtrekken? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, weet ik dat niet? Nou. Ik weet toch niet van, daar heb ik geen verstand van. Maar goed, dat maakt ook niet uit, want daar kom je niet voor. Nee. Je komt voor je grote hobby en die heb je al. Hoe lang doe je dat, duivensport? Nou, ik had al duiven. Net na de oorlog. Toch al? Ja. Maar je hebt intussen andere duiven, neem ik aan. Ja. Maar waarom ben je ermee begonnen? Wat is het leuke aan duivensport? Want je hebt er nogal wat, hè? Hoeveel heb je er? Nou, 100. Ik weet het niet, ik vraag het even. 100. Dat duivenmelken, is dat nou een fabel? Want een duif kan je niet melken, toch? Nee. Maar waarom noemen ze dat dan duivenmelken? Wat ik gehoord heb, wat ik ervan weet... Nou... Daar staan we zo, weet je wel, met een bakje met voer. Ik weet van niks, je vertelt me iets heen. Je staat met een bakje voer. Nee, als dit een bakje met hier zit voer in... Ja. En dan staat ik... Kom! Ja, daar zitten ze niet. Nee, maar als ik thuis ben. Ja, en dan komen ze. Dat heb ik gehoord, dat het... Kom din. Ja, dat is mijn deer. Zo heb je allemaal... Zo heb je allemaal wat? Ja, ze herkennen je niet dat je stem daar liggen. Hey Piet, Ja. En als er niet eentje blijft zitten... Weet je wel wat ik daar roep? Ik heb geen idee. Pizza! Dan willen ze wel. Maar je duiven die hebben, want het zijn er 100, maar ken je ze nou ook uit elkaar? Dan zeg je dat is Marietje, dat is Pietje. Nee, ze is... hebben helemaal geen naam. Nummers. Nummers wel. Nummers, want je hebt kampioenen en die moet je toch zeggen dat is de kampioen. Ja. Laat hem eens zien. Daar zitten de duiven in, Piet. Nee. Wat zeg je? Wat doe je? Ja. Hey, deze heb in 4 weken tijd... Kijk, 2100 kilometer gevlogen. Echt waar? Ja. Dat is ongelooflijk. Hoe... Van Sint-Vicent. Was hij 106? Van Sint-Vicent, ja. Sint-Vicent? Dan bij Bordeaux. Bij Bordeaux. Ja, hij is bij Bordeaux losgelaten. Ja. En dat is hoeveel kilometer zijn nou? 1060 kilometer. Ach, maar is die wel moe als die thuis komt zeker, of nee. Niet? Nee. Nee. Nou ja, maar want toch... het is een overnachting. Oh, hij blijft slapen onderweg. Hij blijft verder geslapen. Misschien duikt hij wel bij een mooie vrouw de slaapkamer binnen. Ja. Hé? Ja, want het is een baby daar. Maar hoe ze slaan met een beetje? Je zit zo met hem op de... Hoe hard vliegen? Hoe lang doet hij erover? Hoe hard vliegt hij dan? Nou, dat ligt en de wind. Oh. Als de wind op de kop. Nee, als het de wind op de kop hebben, dan gaan ze zachter als de wind op de staart. Ja, ze wind mee hebben natuurlijk. Ja. Dat is logisch. Want we hebben snelheden gehad, soms. Van 121 kilometer per uur. 121? Ja. Ongelooflijk. Hoe doen ze dat? Ja, hoe doen ze dat? Nou ja, ze doen alleen maar zo. Hoe kom je dan? Dat is toch ongelooflijk? Maar een auto rijdt niet eens zo hard, toch? Nee, dat mag hij ook niet. Nee. Maar...
Hier nou. Maar hoeveel prijzen heeft deze nou al gewonnen? Tegen de 50. 50 beker. En je doet het helemaal alleen? Je hebt geen hulp? Nee, alleen. Helemaal alleen met 100 duiven. Dat is ongelooflijk. Ja. Heb je nog bijzondere duiven? Behalve deze kampioen? Sierduiven of zo? Nee, sierduiven niet. Daar hou je niet van. Nee. Het gaat zuiver om de postduiven, de sport. Ja. De duivensport. Nou, de klokken, is daar nog iets van te vertellen, Piet? Hey, en deze? Oh. Wat hier, kijk. Hoe is deze moet toch één oude pin? Oh, kijk, ja. Deze. Ja, ik zie oude pin. Hé? Deze. Is dit een mannetje of een vrouw? Nee, een mannetje. Oh, hoe zie je dat bij... Nou, hoor, hoor. Is dit een duif? Maar dit is een duif. Maar deze is... Vliegen die harder dan de doffers, de duiven? Of maakt dat niet uit? Vrouwtjes? Vlieg je met vrouwtjes? Met oude duiven vlieg alleen nog met weduwnaars. Oh ja? Waarom? Nou, dat is makkelijkste werk. Ja, tuurlijk. Huh? Je duwt de vrouwtjes, duwt de duiven in bij de doffers. Ja. Voor deze inkorft. Ja, maar ik zou zeggen, als ze terugkomen als beloning, gaan ze bij de duiven gezellig. Nee, maar voordat ze... Voordat ze al? Ja, voordat ze weggaan, mag ze al een keertje. Ja, ja. Dus voordat de doffers van huis gaan, dan gaan ze even bij de duif. Nou, dat doe jij ook altijd, Jan. Dat gaat ook. Ja, jij nog? Ja, jij nog? Oh, God, nog een toe. Even over de klok nou, hè. Ja, wat zo laat dan. Oh, ja. Wat is er nou met de klok? Hey, kijk. Ja. Als deze duif nou thuis komt, hè? Ja. Hè? Ja. En dan duikt die bij zijn duif in het broedhokkie. Ja. Dan trek ik... Zijn broek uit? Nee, zijn broek niet. Oh, doe je de... Ik weet niet wat je aan het doen bent. Nee, doe je de... Doe maar wat doe je allemaal? Zou Jan Rietveld dat doen? Jan Rietveld? Als hij thuis komt. Jongens. Zou die... Ik vind het niet. Wie? Nee, die Jan Riet. Oh ja, Rietman. Jan Rietmeijer. Nee, maar als die duif nou thuis komt. Ja, zeg dat hij thuis komt. Stel dat hij thuis komt. Nee, hij komt thuis. Zijn je duiven allemaal doof nu? Dat zal wel even. Hier staat de tijd op. Oh ja, hoe laat hij is binnengekomen? Ja. Nou, het is net een goocheldoos van Hans Kazan. Joepie. Ja. Ja. Hey, mensen, misschien ben ik wel Piet Kazan. Joepie. Hey Piet, hartelijk bedankt voor je informatie over de duivensport, dames en heren. Piet! Nou, blijf lekker zitten, Piet. Hoi. Maar ik wou toch nog even afsluiten met, we zitten nou zo'n beetje in de sfeer. Mag ik nog eventjes wat zeggen? Ja, natuurlijk mag ik even wat zeggen. Piet gaat nog wat zeggen. Nee, en ik wil... de mevrouw en mijn kinderen bedanken en mijn schoondochter en mijn kleinkind en de buren. Ja, de buren moet je mee hebben. Ja, ik weet niet waar je voor je ze gaat bedanken, maar... Nou, dat ik mijn duivensport mag beoefenen. Ja, want ze schijten de hele tuin vol. Nee. Bedankt, buren, voor de tuin.